Welkom. Voor september worden hogere melkprijzen steeds waarschijnlijker. Wat is er aan de hand? We zien in de markt dat de melkafvoer een dipje laat zien, maar ook dat gehaltes duidelijk lager zijn. Dat betekent concreet dat je bijvoorbeeld voor een kilo kaas meer melk nodig hebt dan voorheen. En dat levert iets wat spanning op in de markt, zien we terug in de zuivelnoteringen. Zo gaat de boterprijs in Nederland met 10 euro omhoog naar aan 555 euro per 100 kilogram. Is dat de bovenkant? Als we kijken naar de termijnmarkt, staat die alweer op een 570. Dus er zit zeker nog wat speelruimte in. Kijk ook even naar de Duitse noteringen. Dan ligt daar de boterprijs duidelijk hoger en loopt Nederland toch iets achter op de Duitse prijs. Dus we zijn nog niet aan de bovenkant. En dan zien we het ook terug aan de magere melkpoeder, want die noteert een 155 euro. Een plus van 6 euro, wat toch wel aangeeft dat er weinig product in de markt beschikbaar is en prijzen ruimte krijgen om omhoog te gaan. Volle melkpoeder stabiel op 275 euro. En wij een plus van 2 euro doet 74 euro per 100 kilogram. Blikken we nog even naar de kaas, dan zien we dat ook daar een stabiele basis. En daarmee komen de hogere melkprijzen voor september gestaag dichterbij.